Alle RBT's zijn uit het werkproces teruggetrokken. Dit houdt in dat de leden van de regiobijstandsteam staken. Deze mededeling deed Raoul Hellings, voorzitter van de Surinaamse Politiebond, tegenover de pers vanmiddag na een spoedalgemene ledenvergadering. De eis van de ALV is dat de 3 in verzekering gestelde politieambtenaren binnen 24 uur worden vrijgelaten, zegt Hellings. Vanaf het moment dat het contact is gelegd, of althans dat de brief is gedeponeerd bij de president. Als dat niet gebeurt, wat dan? Dan komen we weer hier in ALV bij elkaar en dan gaan we verdere besluiten nemen. Wat betekent het dat de RBT-agenten eigenlijk hun dienst niet verlenen? Nou, u moet begrijpen, RBT moet u zien als een opschaling naar de basispolitie. Dat betekent dat zo gauw er een grote calamiteit zou plaasvinden, dat RBT wordt ingezet om zeg maar, die assistentie en die specialistische diensten te verlenen om de situatie te normaliseren. En als RBT dus niet zou inkomen, dan begrijpt u dat de basispolitie dan niet die garantie kan bieden die zij zou moeten bieden aan de samenleving. Penningmeester Sergio Gentle, die ook hoofd is van RBT, en daarvoor bondsvoorzitter Raoul Hellings. Het bestuur van de SBB zal volgens Hellings een brief schrijven naar president Desi Bouterse om ontvangen te worden. Het staatshoofd moet namelijk richtlijnen geven aan de procureur-generaal over strafrechtelijke onderzoeken naar politiefunctionarissen. De voorzitter geeft verder aan dat de communicatie tussen het Openbaar Ministerie en de hulpofficieren, met name politieinspecteurs, beter moet verlopen. Het gaat om ongeveer 250 politieambtenaren die het werk neergelegd hebben. De 3 agenten die in verzekering zijn gesteld op basis van een incident tijdens het voetballen met een gezin, zijn leden van de RBT. De SBB vindt dat de leden onrechtmatig zijn gearresteerd. Wat bij ons steekt, is dat de mensen in verzekering zijn gesteld zonder dat er daartoe enige aanleiding was. Er was geen enkel onderzoeksbelang. 1. De mensen die zijn 4 dagen lang, of bij de kans een week geleden, buiten functie gesteld. Dat wil zeggen, wanneer het enig onderzoeksbelang was om de mensen in verzekering te stellen, dan had je dat al gedaan nog voordat je de mensen buiten functie had gesteld. Wanneer we praten over het onderzoeksbelang, dan moet je denken aan zaken zoals er is een gevaar voor vlucht, de verdachte moet nader worden gehoord, er is een vrees dat de verdachte bewijs gaat wegmaken of dat hij getuigen gaat intimideren. Omdat er een zodanige schok is opgetreden binnen die rechtsorde, dat het noodzakelijk is dat die verdachte uit de samenleving wordt gehaald, ter bescherming van de samenleving. En in geen van die gevallen, of van geen van die gevallen voorwaarden, is er sprake. En wanneer we praten over strafrecht, dan praten we over wettenrecht, dwingend recht. Wanneer die zaken niet aanwezig zijn, dan is er geen enkel onderzoeksbelang en dan mag je de mensen niet in verzekering stellen. Indien de vrijlating van de agenten niet binnen 24 uur plaatsvindt, zal de ledenvergadering weer bijeenkomen om te beslissen wat de verdere acties zijn.